Premier Michel wil een arbeidsdeal sluiten. En dat volgen ze ook in het Vlaams parlement met heel veel belangstelling. Want ook de deelstaatregeringen worden bij die arbeidsdeal betrokken. Maar niet alle partijen die aan de Vlaamse kant van zo'n regering deel uitmaken, zitten voorlopig althans op één lijn. Als het gaat om SWT bijvoorbeeld. Voluit het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Door sommigen nog stevast het brugpensioen genoemd. Dag dames en heren, ik praat met Axel Ronsen van de N-VA, Vlaams parlementslid voor de N-VA. En met Robrecht Botuyne, ook Vlaams parlementslid, maar dan voor de CD&V. Heren, welkom. Ja, het debat over SWT, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, is opnieuw aangezwengeld. Ook bij jullie in het Vlaams parlement, hè. Onder meer door de sanering bij de warenhuisketen Carrefour, waar het mogelijk zou worden gemaakt voor ontslagen werknemers vanaf 56 jaar. Nu, ik heb de plenaire van enkele weken geleden nog eens bekeken. Jullie hadden toen allebei een vraag voor minister Muiters. En opvallend, Axel Ronsen, u blijft het hebben over brugpensioen, niet over SWT. Wel, in theorie zijn het twee verschillende zaken. Hè. Een brugpensioen... Maar u zei het expliciet, hè? Ik blijf het hebben over brugpensioen. Ja, in theorie zijn het twee verschillende zaken. In de praktijk zijn het dezelfde zaken. Namelijk de mensen die de facto nog perfect in staat zijn om te kunnen werken, maar die door dat statuut, het zij brugpensioen, het zij SWT, permanent van de arbeidsmarkt verdwijnen. We stellen vast, ik heb dat ook gevraagd aan Philippe Muiters, hoeveel SWT'ers die zijn ingestroomd hebben op vandaag al werk. Dat is een vraag van vorig jaar. Daaruit bleek dat ongeveer 91 op 4000 mensen die zijn ingestroomd effectief aan de slag zijn geraakt. Dat heeft zijn redenen. Het is zo dat 1. Mensen die in dat statuut komen niet meer verplicht zijn om actief te zoeken naar werk. Dus de VDAB kan niet controleren of die mensen zoeken naar werk, maar ze moeten dat niet doen. En 2. Die mensen moeten slechts aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. En wat is dat, slechts aangepast beschikbaar? Dat betekent dat de VDAB niet zomaar gelijk welke vacature naar hen mag doorsturen. Dat moet een vacature zijn die strikt in lijn ligt met hun ervaring en met hun diploma. Is dat niet logisch? Nee, dat is niet logisch, omdat op vandaag... Je wilt toch mensen aantrekken die ervaren zijn in de job die je aanbiedt? Ja, je wilt mensen aantrekken die potentieel hebben om een bepaalde job te kunnen uitoefenen. Je wil mensen aantrekken die competent zijn voor een bepaalde job. Het oude denken gaat over ervaring en diploma. Het nieuwe denken gaat over wat kan iemand in de toekomst doen. En als we blijven in die hokjes denken van ervaring en diploma, dan gaan we inderdaad weinig mensen van die leeftijd opnieuw aan de slag krijgen. En op het moment dat dit bekend is geraakt bij Carrefour, roept premier Michel op tot een arbeidsdeal waar hij ook de deelstaten wil bij betrekken. Was dat een pijnlijke samenloop van omstandigheden? Nee, ik denk dat het goed is dat het luik arbeidsdeal ter tafel is gelegd. Want er zijn een aantal zaken die op federaal niveau moeten wijzigen, zodanig dat we op Vlaams niveau onze activering beter kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan een activerend ontslagrecht. Op vandaag moet iemand die ontslagen wordt pas vanaf dat hij zijn C4 krijgt naar de VDAB gaan. Wij zeggen eigenlijk, pas vanaf als een opzeg gedaan is naar de VDAB, wij zeggen eigenlijk vanaf het moment dat hij ontslaan is, moet hij naar de VDAB, zodat de VDAB al kan voorbereiden. Op vandaag is het zo dat werknemers die wij tijdelijke werkervaring willen geven, werkzoekenden bedoel ik, die we zeggen die lang werkloos zijn, die we willen werkervaring geven omdat een kloof naar de arbeidsmarkt wordt gedicht, zij krijgen daar een premie voor. Dat wordt op vandaag belast. Wij zeggen, eigenlijk zou die belasting moeten wegvallen. Ik wil het straks nog hebben over die arbeidsdeal, maar eerst nog eens de definiëring, Robrecht Botuyne. Het gaat wel degelijk om brugpensioen, zegt Axel Ronsen, terwijl ik u in het parlement heb horen zeggen, het is geen brugpensioen, u zei letterlijk, en ik ga u citeren, het brugpensioen is al een tijdje afgeschaft. Het brugpensioen is al een tijdje afgeschaft. Dat is een hervorming die ondertussen een paar jaar geleden is uitgerold. En deze regering heeft dat federaal nog verder aangescherpt. CD&V, N-VA, VLD samen hebben hier een aantal duidelijke keuzes gemaakt om het brugpensioen dat afgeschaft is, SWT op dit moment, te laten uitdoven en uitfaseren. En de redenering is heel eenvoudig. We hebben elk talent nodig. De werkloosheid daalt al vele jaren. En tegelijk hebben we een record aantal vacatures. Dus we hebben iedereen nodig op onze arbeidsmarkt. Ik ben het er ook fundamenteel oneens met één ieder, zoals collega Ronsen van de N-VA, die blijft beweren dat het brugpensioen bestaat. Het brugpensioen is afgeschaft. Het is hetzelfde voor werkloosheid met bedrijfstoeslag. Goed, het is een andere naam, maar wat en dat betekent verder nog? En dat betekent heel concreet dat de mensen die hierdoor ontslagen worden,
werkloos worden, een aanbod verdienen van VDAB. Een passend aanbod met begeleiding, opleiding en passende vacatures. En zij zijn ook verplicht om daarop in te gaan. En dus ik ben het ook oneens met wat collega Ronsen zegt, namelijk dat VDAB niet kan controleren. Nee, VDAB heeft de plicht om een aanbod te formuleren van begeleiding en passende vacatures en kan dan ook controleren en eventueel zelfs sanctioneren op het moment dat dat nodig zou zijn, mochten de betrokkenen niet willen meewerken aan een traject richting een nieuwe job. Ja, maar goed, dat zijn natuurlijk een aantal condities die aan dat SVT, aan dat stelsel, worden verbonden. Maar in de fond gaat het natuurlijk over een werkloosheidsuitkering waar de ex-werknemer dan nog een bedrag bovenop legt. Mm-hmm. Dat noemen we een brugpensioen. Ja, maar die uitkering is niet zomaar zo vrijblijvend. Een uitkering krijg je normaal gezien als je actief meewerkt aan een traject naar werk. Dat is een voorwaarde. En dat is een voorwaarde uiteraard. En VDAB heeft de plicht om hier een aanbod te formuleren. En dus het SWT, of de mensen die in SWT terechtkomen, hebben helaas de voorbije jaren van minister Muiters en van VDAB nooit een passend aanbod gekregen. Ja. Nog in zaken begeleiding, nog in zaken vacatures. Vorig jaar heeft 18% van de SWT'ers, mensen die er expliciet om vroegen, een vacatureaanbod gekregen. Dus ja, meer dan 80% kreeg gewoon niks. En uiteraard kan VDAB dan niet controleren als ze geen aanbod doet. Ik wil het straks nog hebben over VDAB, maar Axel Rons, ik wil u eerst laten reageren op de vaststelling van Robrecht Boutuyne. Dit is helemaal geen brugpensioen, dit is iets anders waar een aantal voorwaarden, condities aan verbonden zijn. U heeft het niet bij het rechte eind, zegt hij. Well, ik heb in het begin van het debat aangegeven, in theorie zijn het twee verschillende zaken. In de praktijk zijn ze hetzelfde. Namelijk, mensen krijgen een signaal van kijk, je hebt op een bepaalde leeftijd, vanaf 56, 57, je job verloren. Wij gaan u met rust laten, je moet voor de arbeidsmarkt niks meer doen. In theorie is het inderdaad... Ik hoor u wel zeggen, VDAB heeft een rol te spelen en dat is een voorwaarde. Ja, maar dat is zo. Dat is zo. VDAB kan die mensen effectief een aantal zaken aanbieden. En als ze daar niet op ingaan, kunnen ze gesanctioneerd worden. Maar we gaan dan even naar de feiten kijken. Hè. 1. Die mensen zijn maar aangepast beschikbaar. Dat betekent dat we ze niet zomaar gelijk welke job mogen sturen. En 2. Die mensen moeten niet meer actief zoeken naar een job. Dus die mensen zijn niet verplicht om actief te zoeken naar een job. VDAB kan niet zeggen, meneer, jij bent niet bezig met te zoeken naar een job. Dat is één zaak. Een tweede zaak is, die mensen krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering nog een productiviteitspremie of een premie van de werkgever. In het geval van Carrefour, die mensen hebben een werkloosheidsvergoeding plus die een premie. Die premie. Maar dat betekent natuurlijk dat de kost voor de overheid identiek is aan de kost die de overheid heeft om een werkloze werkloosheidsvergoeding te geven. Dat klopt. Maar doordat die persoon een premie daarbovenop krijgt, is de drive om te gaan werken, of het verschil tussen werken en in dat statuut blijven, is voor die persoon nog veel kleiner dan voor iemand die gewoon in de werkloosheid zit. Dus dat maakt het voor de VDAB nog moeilijker om dat type mensen te motiveren om aan de slag te gaan. Want hetgeen wat zij verdienen, werkloosheidsuitkering, plus die premie, over het geval Carrefour wordt gezegd, in de pers werd gezegd dat ze ongeveer 95% van hun vorige loon behouden. Wel, dat is een probleem om die mensen dan nog te motiveren. Onderschat u dan toch niet een beetje het zelfbeeld dat mensen hebben? Mensen zijn toch liever, stellen zich toch liever voor als iemand die een job heeft dan op een receptie te moeten zeggen, ik ben eigenlijk werkloos. Mensen hebben toch een zelfbeeld waar ze willen aan werken? Maar mensen hebben absoluut een positief zelfbeeld. Vandaar dat ik de vraag ook aan de collega's stel. Kunnen we niet gaan naar een statuut waarbij 1. Die mensen wel actief nog moeten zoeken naar werk. 2. Waarbij die mensen, net zoals alle anderen die hun job kwijtraken, gewoon een werkloosheidsuitkering krijgen, niet meer die premie daarboven. En dan gaat de VDAB, tenminste met dezelfde tussen aanhalingstekens wapens, kunnen die mensen gaan activeren. Waarom moeten wat, die wat, mensen wat de VDAB betreft, meneer Ronsen, wat de VDAB betreft, meneer Ronsen, ik hoor meneer Boutuyne zeggen, dit is een voorwaarde om in dat stelsel te kunnen zitten. Hoor ik u nu zeggen, het is allemaal te vrijblijvend, mag ik het zo samenvatten? Maar ik vind het... Als je het samenvat, ik vind dat in een periode van een laagconjunctuur, waarbij dat er echt weinig jobs zijn, waarbij dat er mensen die ouder zijn hun job verliezen, dat het onverantwoord is om te zeggen, jij moet nu zoeken naar werk en wij gaan u daar zeer sterk op controleren. Maar nu op vandaag zijn er massa's jobs. Ik vind het dan onverantwoord om zo'n statuut in stand te houden voor mensen die eigenlijk, moest je ze verplichten om actief te zoeken naar werk, moest je die premie van die werkgever daar niet bij nemen,
dat we ze veel sneller aan werk zouden kunnen helpen. Dat is doet de VDAB genoeg? Want u noemt het een voorwaarde. Maar ik hoor u zeggen, ja, het is te vrijblijvend. Mensen moeten niet zelf actief op zoek gaan. Het moet een gepaste job zijn. Speelt de VDAB zijn rol? Ik vind het maar logisch dat mensen een gepaste job krijgen. Een collega zegt dat het jammer is dat ze niet zomaar gelijk welke job kunnen aangeboden krijgen. Ik vind het maar logisch dat mensen die werkloos worden na herstructurering een gepaste job en een gepaste begeleiding aangeboden krijgen. En minister Muiters heeft eerlijk toegegeven dat hij dat tot op vandaag niet heeft gedaan. Onder andere vanuit het idee, ja, die mensen gaan toch nooit meer geactiveerd geraken. Die mensen gaan geen goesting meer hebben om te gaan werken. Nu, natuurlijk, het is diezelfde minister Muiters en dezelfde VDAB die hen dat ook op die manier inpepert door hen geen aanbod te doen. Dus als Axel Ronsen zegt, eigenlijk is het N-VA, die mensen zijn doorgestroomd, eigenlijk is dat de schuld van de minister en de VDAB? Dat lijkt mij zo zeer logisch. De enige die van SWT nog effectief brugpensioen maakt, eigenlijk, is minister Muiters en de N-VA en de VDAB als administratie onder diezelfde minister. Het SWT is een ander stelsel dan brugpensioen en zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid bij VDAB ligt om een gepaste begeleiding en gepaste jobs te gaan aanbieden. En ja, collega Ronsen verwijst naar de premie die de vorige werkgever moet uitbetalen. Hè. Dus de SWT'er krijgt de uitkering plus die premie. Wel, als die persoon een nieuwe job aanvaardt, behoudt hij de premie op een fiscaal vriendelijke manier en heeft hij meteen ook uitzicht op een hoger inkomen dan voorheen. Dus er is niet alleen een stok, een potentiële sanctie vanuit VDAB, maar er is ook een wortel die VDAB kan aanbieden, namelijk het behoud van de premie van de vorige werkgever bij het aanvaarden van een nieuwe job. Dus deze mensen, bijvoorbeeld in dit geval uit Carrefour, die allemaal aan vrij lage lonen zitten, en dit is geen luxe premie of geen luxe loon die kassiers uitbetaald krijgen. Die mensen hebben met een goede begeleiding en een gepast aanbod, een gepaste job, uitzicht op een hoger loon op het einde van hun carrière dan vandaag. Ja. Maar dat vergt natuurlijk een inspanning vanuit VDAB. En ik ben blij, minister Muiters heeft zijn tweede mea culpa van dit jaar geslaan. Eerder heeft hij toegegeven dat hij voor de langdurig werkzoekenden al te weinig heeft gedaan de voorbije jaren. Maar ook voor SWT'ers heeft hij nu beloofd om een inspanning te doen en een aanbod te gaan formuleren. Een paar jaar te laat, maar beter laat dan niet. U wilt daarop reageren? Ja, wel, ik wil het met een sprekend voorbeeld aantonen dat wat collega Botuinen zegt eigenlijk niet klopt. In die zin, er zijn op vandaag 6000 vacatures in de winkelsector. Dus gelijkaardige jobs zoals de mensen in Carrefour doen. Dan stel ik aan collega Botuinen de vraag, waarom is het in godsnaam nodig dat wij nog een statuut geven aan die mensen waar ze niet zelf moeten zoeken naar een job, dus waarin ze eigenlijk ontslaan worden van de verplichting zelf te zoeken naar een job, en waarbij ze nog extra daarbovenop van die werkgever een premie krijgen, waardoor ze iets minder gemotiveerd zijn om een gelijkaardige job te doen. Als je de redenering opdraagt, wat is op vandaag, in een periode van hoogconjunctuur, nog het nut van dat SWT-statuut? Wat is het nut? Wel, ik denk dat collega Ronsen een beetje voorbij gaat aan de realiteit van de arbeidsmarkt. Niet alleen SWT'ers hebben het moeilijk om terug een nieuwe job te vinden, maar eigenlijk alle 55-plussers. De minister Muiters zegt dat hij inspanningen doet om 55-plussers te begeleiden richting een nieuwe job die niet in het SWT-systeem zitten. Daar slaagt maar 22% in om effectief door te stromen naar een job. Dus het is helemaal niet zo evident om op eigen houtje een nieuwe job te vinden. En ik denk dat een gepaste begeleiding vanuit VDAB cruciaal is. Ook voor deze. U heeft het over die rol van de VDAB. Nu, er zijn nog een aantal andere voorstellen geweest, onder meer van Open VLD, om mensen die 55 plus zijn toch wel attractiever te maken voor potentiële werkgevers. Geef meer korting op de loonkost, zeggen de liberalen. Is dat een goed idee? Wel, de VLD en CD&V zitten op dat vlak op dezelfde lijn. Deze regering heeft een paar duidelijke keuzes gemaakt. We geven doelgroepkorting aan jonge werkzoekenden die laag en midden geschoold zijn, aan mensen met een arbeidshandicap en aan 55-plussers. Ja. We denken dat die 55-plus-korting versterkt moet worden, dat de loonkost voor die groep verder omlaag moet gehaald worden. Er is budgetair marge om dat te doen. Door dus bijvoorbeeld een aantal subsidies te schrappen voor bedrijven, zeggen de liberalen. Dat is een idee, maar er zit ook marge binnen het budget dat Philippe Muiters op dit moment heeft om die doelgroepkortingen toe te kennen. Dus ik denk dat daar stappen vooruit kunnen gezet worden en de loonkost voor de 55-plussers moet omlaag om hen kansen te geven. Is het een goed idee, korting op de loonkost? Elk voorstel tot korting op de loonkost juichen wij toe. De loonkost in dit land is nog altijd veel te zwaar. Dat is één. Twee,
Die doelgroepkortingen die er op Vlaams niveau zijn, de doelstelling daarvan is ervoor zorgen dat een aantal doelgroepen waarvan men zegt, kijk, daar is de productiviteit iets minder dan van een gelijkaardige doelgroep, of dat op zijn minst verondersteld, dat is trouwens niet in alle gevallen zo, daar geven we een korting om een stukje ervoor te zorgen dat die mensen even competitief zijn als... Je bedoelt dat 50-plussers minder productief zijn? Ja, wel, dat is een veronderstelling. Ik ben niet zeker of dat klopt, maar in ieder geval, in hoofden van een aantal werkgevers, lijkt het zo dat 55-plussers minder productief zouden zijn. Wat hebben we dan gedaan? We hebben gezegd, we willen dat die mensen even aantrekkelijk zijn als een 25, 26-jarige IT'er op de arbeidsmarkt. Dus we gaan daar een korting geven om een stukje ervoor te zorgen dat die mensen even aantrekkelijk zijn. Om nu te zeggen, we gaan die korting fors gaan opvoeren en daardoor gaan er nog meer 55-plussers worden aangeworven, daar ben ik niet zeker van. Ik wil dat debat voeren. Maar wat een werkgever op vandaag wil, is vooral iemand die goed opgeleid is, iemand die in staat is om die job te doen. En de middelen op Vlaams niveau zijn... Ja, maar goed, ik kan me best voorstellen dat een KMO met 3-4 mensen in dienst dat u wel bij zal zijn, hè, met een korting op de loonkost. Ja, natuurlijk. Maar de vraag is, moet dat uitsluitend voor die doelgroepen? Moet dat geen lineaire korting zijn op de loonkost? Lees voor alle werknemers. En een tweede vraag die zich stelt is, zal een extra doelgroepenkorting op het loon van een 55-plusser ertoe leiden dat er meer 55-plussers worden aangeworven? Ja, het voorstel van bij de Liberalen is gekomen van iemand met heel veel ervaring in de ondernemerswereld, hè? Ja, van collega Van Wezenbeek. Ik ga ervan uit dat zij toch wel met kennis van zaken spreekt, nee? Ik heb al met andere ondernemers gesproken en die zeggen van, alsjeblieft Axel, zorg er in het parlement voor dat er maximaal ingezet wordt op goede opleiding, dat wij goede werknemers hebben. Ja. Wij willen geen korting of subsidies, wij willen goede werknemers. En daarnaast... Goed, zorg het uitgangspunt was wel natuurlijk, hoe gaan we die 55-plussers motiveren om aan de slag te gaan en hoe gaan we ondernemingen motiveren om die mensen aan te trekken? Ja, natuurlijk. En de vraag die ik stel is, zal een extra RSZ-korting op het loon van 55-plussers ervoor zorgen dat werkgevers meer 55-plussers aanwerven? Als maar ik begrijp, u sluit het niet uit, maar u wilt onderzoeken. Ik sluit het niet uit als er wetenschappelijk een antwoord komt die zegt van kijk, als je een extra RSZ-korting geeft op het loon van 55-plussers, dan zal er een massa 55-plussers meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Dan zouden een oen moeten zijn in de politiek om te zeggen, daar wil ik niet over spreken. Ja, over wetenschappelijk onderzoek gesproken. Als de VDAB dan meer inspanningen zou leveren om mensen te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt, dan is dat blijkbaar nog altijd geen kans op succes. Een week geleden is een doctoraatsonderzoek bekendgeraakt aan de Gentse Universiteit, waaruit blijkt dat wie wordt doorverwezen door de VDAB minder kans maakt op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De kandidaten worden niet gezien, worden gezien tenminste als minder gemotiveerd, minder verstandig, minder sociaal en minder trainbaar. Ja, dat is wetenschappelijk onderzoek, hè? En hoe lossen we dat op, die vaststelling? Wel, dat brengt ons eigenlijk vlak terug bij de discussie over SWT. Wat zegt die studie? Die studie zegt eigenlijk, zoals u net aangeeft, iemand die door VDAB wordt doorgestuurd, wordt door werkgevers anders gepercipieerd dan iemand die spontaan solliciteert. Vandaar mijn suggestie, verplicht aan alle werkzoekenden om zelf spontaan actief te gaan zoeken naar werk. Ja, dus die studie bevestigt eigenlijk het feit dat iemand die actief zoekt naar werk... Het is toch geen vrijgeleide om aan de VDAB te zeggen, jullie hoeven niks meer te doen. Maar nee, absoluut niet. De rol van de VDAB is mensen opleiden. De rol van de VDAB is te gaan meten wat is de afstand van persoon X tot de arbeidsmarkt en op welke manier kunnen we die dat afstand dichten. Robrecht Botuyne, die studie ja, die zegt van wie wordt doorverwijzen door de VDAB, die wordt toch wel anders gepercipieerd door de potentiële werkgever. Die geraakt zelfs nog niet eens op een sollicitatiegesprek. Hoe lossen we dat op? Want u wil wel inzetten op de VDAB, hè? Ja, ik geloof heel sterk in de dienstverlening van VDAB ten aanzien van werkzoekenden en ten aanzien van nog veel meer groepen. En een van de groepen waar VDAB misschien ook wat meer aandacht moet voor hebben, zijn net de werkgevers en vooral de KMO's.
Die hebben het in tijden van arbeidskrapte bijzonder moeilijk om geschikte mensen te vinden. Het gaat iets makkelijker voor de grote bedrijven dan voor de KMO's op dit moment. Ik denk dat VDAB daar een belangrijke rol heeft in de begeleiding van die werkgevers om zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever en tegelijk een positieve matching te doen tussen werkzoekenden, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ja, maar goed, de vraag was natuurlijk, als nu uit onderzoek blijkt dat wie door de VDAB wordt doorgestuurd, ja, amper bij een werkgever geraakt om nog maar een sollicitatiegesprek te voeren. Hoe gaan we dat oplossen? Wel, door VDAB een ander imago aan te meten bij de werkgevers. VDAB moet zelf proactief bij de werkgevers gaan aankloppen. Het heeft niet te maken met het imago van de VDAB, wel het imago van die werkzoekende. Uiteraard, maar de twee zijn aan elkaar gekoppeld. De werkzoekende krijgt een negatiever imago omdat hij vanuit de VDAB wordt gestuurd. Terwijl de realiteit van onze arbeidsmarkt is dat we elk talent nodig hebben en dat werkgevers moeten inzien dat er misschien geen evidente witte merels meer rondlopen en dat begeleiding, ondersteuning vanuit VDAB cruciaal kan zijn om de juiste mensen. Nee, ik hoor jullie allebei zeggen, we hebben elk talent nodig, maar gaan jullie er soms niet te gemakkelijk over dat iemand zomaar om te scholen is? Axel Ronsen, als iemand 30 jaar aan de kassa heeft gezeten van een supermarkt, dan is dat toch wel bijzonder moeilijk om daar, ik zeg maar iets, een knelpuntberoep van te maken. Of niet van het persoonlijke beroep maken, maar die dat beroep te laten uitvoeren. Want knelpuntberoepen zijn vaak zeer technisch van aard. Situeren zich in de verpleging. Je kan toch van een kassier geen verpleegster maken? Nee, niet noodzakelijk. Het kan in sommige gevallen absoluut. Maar ik denk op maar overschatten we het niet? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Je kan de vraag ook omdraaien. Hè? Onderschatten we het niet? Ik denk dat je op vandaag, als je met zo'n krapte zit, in alles kansen en vooral in alle mensen kansen en toekomst moet zien. En als je mensen die effectief 30 jaar aan een kassa gewerkt hebben, bekijkt, dan weet je één, dat zijn mensen die zeer sociaal zijn. Want die mensen komen en spreken dagelijks met, ik weet niet, 200-300 mensen. Dat zijn mensen die gewend zijn om onder druk te werken. Hè? Dat heeft piekmomenten. Dat zijn ook mensen die vrij flexibel zijn. En er zijn heel wat beroepen waar men op vandaag echt naar zoekt. En het zijn die vooroordelen. En dat daar zijn ben ook ik de knelpuntberoepen? Die ja, horen absoluut, daar ook bij? Absoluut. Ja. Trouwens, in Vlaanderen is op vandaag bijna elk beroep een knelpuntberoep. En wat collega Botuinen zei, is ook juist. Ook naar de werkgevers toe moeten we een stukje gaan naar een mindshift. Men zal moeten inderdaad beginnen inzien dat iemand die 30 jaar aan de kassa gezeten heeft, meer kan of andere dingen kan dan louter aan de kassa zitten. We moeten echt op vandaag veel meer durven halen uit onze mensen dan we op vandaag halen. Bent u het daarmee eens, zijn mensen inderdaad om te vormen, zelfs al hebben ze enkele tientallen jaren hetzelfde gedaan? Maar niet oneindig natuurlijk. Hè. Maar er zijn inderdaad heel veel vacatures en in die zin zijn er effectief kansen voor iedereen. En het vergt een en-en-en-beleid en een verlaging van de loonkosten om het aantrekkelijk te maken voor de werkgevers en een aangepaste vorming en begeleiding van mensen die werkzoekend worden. Maar ten derde ook, tijdens de loopbaan, meer investeringen, zowel van de betrokken werknemer als van de werkgever, in vorming en permanente opleidingen eigenlijk, die ervoor zorgen dat mensen ook op langere termijn de juiste competenties hebben om op de arbeidsmarkt te zijn. En dat zijn allemaal dingen die op Vlaams niveau kunnen gebeuren, hè? Ja. Wij hebben daar vanuit Vlaanderen heel veel bevoegdheden en ik denk dat we op verschillende punten nog tandjes kunnen bijsteken. Dus, Axel Ronsen, toen premier Michel opriep tot zijn arbeidsdeal, hoorde ik uw partijgenoten, minister-president Geert Bourgeois en minister Muiters zeggen van wij voelen ons niet aangesproken, we hebben alles al gedaan wat we kunnen doen, maar ik hoor hier nu wel zeggen, er is nog heel veel mogelijk en er kan nog veel gebeuren. Wel, de dingen waartoe premier Michel opriep in de arbeidsdeal waren dingen die op Vlaams niveau al gebeuren. Ik denk dat niemand dat kan ontkennen. Het was vooral een arbeidsdeal richting Wallonië, een stuk een gevolg van de cri du cœur die zijn collega Boursu, minister-president, had gegeven. Die maar zei, dat er nog iets bij kan, daar bent u mee eens. Maar op Vlaams niveau kunnen we natuurlijk massa's extra doen, maar onze punt is dat de belangrijkste beperkingen op wat we Vlaams kunnen doen, een aantal taboes zijn die nog op federaal niveau rusten. Ja. Eén, de instapleeftijd van SWT, dat zou toch op zijn minst al van 56 naar 60 moeten gaan. De sociale partners hadden beloofd. De partij was het wel mee eens op federaal niveau. Want de sociale partners hadden ons toen beloofd om een groeipad in te stellen van 56 naar 60. Om tegen 2019 richting of 20 op 60 te zitten. Ze zitten nu nog altijd op 56. Er zijn het activerend ontslagrecht dat iemand zich moet aanmelden bij VDAB. Het feit dat mensen die nu werkzoekend zijn en opleidingen volgen rond tijdelijke werkervaring, dat belast wordt. Dat zijn allemaal zaken
die denk ik geen grote ideologische debatten vergen, waar we op federaal niveau met een beetje goede wil snel met elkaar kunnen overeenkomen. En als we dat kunnen realiseren, we hebben 12 punten doorgestuurd naar Michel, dan denk ik dat we op Vlaams niveau al opnieuw een aantal extra mogelijkheden hebben om mensen te activeren en die arbeidskrapte op te lossen. Onze frustratie toen Michel premier Michel die arbeidsdeal voorlegde, was dat geen enkele van die zaken in zijn voorstaande stond en dat de zaken die in zijn voorstaande stond effectief zaken zijn die we al lang op Vlaams niveau... Ja, die op Vlaams niveau al bestaan. Maar de sleutel, Robrecht Boutuinen, ligt ook voor een stukje op dat federale niveau. U hoort wel eens federale collega's, neem ik aan, uit de Kamer. Een aantal van die dingen, ik zeg maar iets, anciëniteit bijvoorbeeld. Hè. Het loon koppelen aan anciëniteit ligt moeilijk bij jullie. Is dat iets wat bij jullie bespreekbaar is? Die arbeidsdeal is altijd een kans. We hebben geen nood aan een rondje zwarte pieten tussen het Vlaams en het federale niveau. Er is samenwerking nodig tussen de twee niveaus om het verschil te maken op de arbeidsmarkt. We hebben dat met deze regering ook gedaan. Hè. Denk aan de lineaire loonlastverlaging die via de taxshift is doorgevoerd. We hebben een record aantal jobs kunnen creëren samen met de bedrijven in dit land. Dus er zijn al heel belangrijke goede stappen gezet. Rond de loonvorming is de vraag gesteld aan de sociale partners om op dat vlak een advies te doen. Loonvorming is per definitie iets dat tussen werkgevers en werknemers gebeurt. En ook op dat vlak zijn moderniseringen zeker nuttig en nodig. Maar ook hier kan Vlaanderen het verschil maken door de loonkost voor oudere werknemers te verlagen. Daar hebben we het over gehad. Kunnen we dat probleem ook voor een stuk aanpakken. Waardoor iedereen netto hetzelfde in zijn loonzakje houdt. Slotvragen voor jullie allebei heel kort. Gaat het lukken, die arbeidsdeal tussen de federale overheid en de gewesten? Het moet lukken, die arbeidsdeal. En ik geloof er ook sterk in dat er... Het laaghangend fruit, zaken waar geen zware ideologische debatten rond zijn, echt nog mogelijk zijn. Het zou een schande zijn voor de drie partijen, de drie Vlaamse partijen en in meer, dat we daar niet in slagen. Ja, drie partijen die ook op Vlaams niveau natuurlijk deel uitmaken van de regering. Hè. Gaat het lukken? Ook die vraag voor u? Het moet en zal lukken. Deze regering heeft al heel veel goede dingen gedaan en ook hier kunnen nu nog stappen gezet worden. De wil is er langs beide kanten, dus ik ga ervan uit dat we de komende weken naar een akkoord gaan. Oké, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Axel Ronsen van de N-VA, Robrecht Boutuinen van de CD&V, bedankt om tot hier te komen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.